nervous. Ik ga het nu ook gewoon helemaal over me heen laten komen. Ik ga er gewoon van genieten en het komt goed. Vincenzo, piacere. Vincenzo. Questo sono le tue, prendo io. Ah, grazie. Toen ik ze zag, toen dacht ik van... Oké, het voelt nu al goed of zo. Ben entrata sulla soglia della porta, ho pensato troppo bella, troppo sexy, un bel vestitino. No, io non l'ho pensato. No, tu no, vedo. Ho pensato, ho detto, va benissimo così. Tu pure hai pensato troppo bella? Troppo bella, troppo sexy. Oh my god, ho pensato. Mijn vader is een knappe Italiaan. Hij had goed gekant haar. Maar ik heb hem maar zo kort gezien. It's for you. Bene, visto che avete fatto amicizia, io vado a giocare a tennis e poi ritorno. Ciao. Okay, perfetto. Hij was er maar heel kort en daarna ging hij dus weg. Dus ik hoop dat ik eigenlijk zowel de moeder als haar vader veel beter mag gaan leren kennen. Want ik wil natuurlijk ook van hen leren. Ik ben hier niet alleen maar om op een kindje te passen. Can I see the house? Maybe yes. She can show me. Yes. Questa è la stanza di Azzurra. Oh, un libro? Tanti libri. Oh, well, I like to... In Italian. Yeah, in Italian. That's good, right? Yeah, wow. Questa è la stanza di mamma. Questo è il bagno di Azzurra. E mami. Okay. What's this? I know the toilet, but I don't know this one. You don't know? No. Ah, bidet. It's to wash the parti intime. Okay. Okay, like the intimate soaps okay. And everything. Yeah. She poo-poo or yeah, pee-pee yeah. And she wash and she... Oh, okay. That's good to know. And this is... Vincenzo is working here now. He's in smart working. Yeah, yeah. And he work, sleep. Oh, he also sleep here? Sometimes. So daddy is here. And this is bathroom. Okay. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. Maar het zou best kunnen dat hij ander slaapritme heeft. Of dat hij laat moet doorwerken en de vrouw niet wil wakker maken. Maar ik vind het eigenlijk wel heel modern. Bij de familie Monina kan Nikki niet wachten om haar eerste indruk te delen met grote liefde Ralf. Hey. Hey Nick. Ik ben nu in het huis. Ik ben helemaal opgelucht. Zo'n groot huis en super lieve mensen. En dat kindje is echt mega schattig. Wel Italiaans, dus ik moet echt gaan oefenen. Nog meer. Echt? Oké. Okay. Maar zal ik je even het huis laten zien? Ja. Nou, dit is mijn kamer. Ik was blij dat hij opnam, want dan kan ik hem een beetje meenemen in mijn avontuur. Dat vind ik toch best wel leuk. Hoor je me of niet? Hier. Ik hoor je best wel slecht. Oh, sorry. Als er een leuk iets is gebeurd, appen we elkaar meteen. We hebben ook al een paar keer gevideobeld. Gewoon even gezellig hoe het gaat. Ja, gaat goed. Ik heb gewoon mijn eigen badkamer. Is toch super chill? Oh, slechte verbinding. Azzurra said for us, for girls, yeah. Three pink napkins. Yeah. And for him, white. Okay. Yeah. The pink one for the girls, okay. Right? Ciao. Oh, I hear someone who is speaking fluently English. Certo. Come ti fai la doccia? Niente pronto. Io non faccio niente, ma nel senso che a me non mi interessa. Ed è un po' troppo egoista. Eh sì, lui pensa a se stesso, ha grandi hobby, grandi passioni. Lui ha dieta, lui fa sempre sport, molto attento. Lui piacione, lui molto piacione. Sì. Che vuol dire sono piacione? Sì. Ti piaci molto. Mamma, queste pagine sono... Mi piaccio. Vabbè. So I had some questions, a lot of questions.
Go ahead. I prepared myself. Nou, ik heb een lijstje voorbereid op mijn telefoon. En er staan een aantal vragen op, zowel over de familie als wat ze van mij verwachten en wat ik graag zelf wil. My first question was, what do you expect from me during my 12 weeks of being an au pair? What do you expect? A great help for me, mm-hmm. for mommy, yeah, and a big compagnia. Yeah, big sister for her. Of course. How does a week look like? So we start from Monday and then you guys go to work. Ik denk dat het er iets van 20 zijn of zo. So on Monday, I will wake up at 6 a.m. She wakes up at 7 a.m., right? 6 a.m.? Why? No, it's too much. Come on. Okay, okay. And do you have like things I have to do in the house? Svuotare washing machine. Oh, okay. Well, I never did it in my entire life. But if you learn me, I will do it. Okay. If you tell me sometimes I have to do something, I will do it. Okay. And what about the weekends? Most of the time we go to babies' parties. Okay. Yeah, Saturdays. Saturday, that would be Sophia. Birthday. And Azura already told friends that you were coming. Oh, is Azura allergic to something? We don't know. Probably not. Do I have to cook for the kids? She doesn't let anyone to touch the kitchen. Oh, okay. So. Ik hou heel erg van duidelijkheid, zodat we elkaar straks goed begrijpen. Want het is fijn als we weten waar we aan toe zijn. En daar zou ik graag bij willen helpen met mijn lijstje. Quindi alla fine abbiamo capito che le piacciono gli elenchi. Nikki is a very list girl. Yes. Oh yeah, of course. Is it possible to get the key of the house so I can go out by my own? And that was it. Sorry for all the questions. okay. Cool. Okay. Ben nu erg moe. Dus even snel die koffers uitpakken en dan ga ik lekker slapen. Maar ik ben echt heel blij. Het zijn super lieve mensen. En ze heeft al meteen een tekening voor me gemaakt. Dat vind ik zo lief. Dus kom vast op. Dat is echt mijn nieuwe bad. Kom goed. En